Hallo, Wagners Games. Mijn naam is Kudraak, weer een nieuwe aflevering van The Walking Dead Saints and Sinners. We vragen je misschien af waarom dat we in deze stad staan en die in bus waar dat normaal was om een aflevering start. Dat is omdat de vorige aflevering is opgenomen. Gelukkig heb ik geen missies gedaan. Maar ja, de game sloot af terwijl ik aan het opnemen was gisteren en ja, het sukte. En ik spawn hier dus nog. We gaan ook even uitleggen wat we de vorige keer hebben gedaan. En ik heb dus geen missies gedaan in de aflevering dat ik heb opgenomen. Ik was bezig met een missie dat we nu gaan doen, maar ik wist niet waar dat naartoe moest en ik zat eigenlijk heel snel te zoeken en ik heb een paar walkers vermoord en zo bla bla bla. Nu ook de vorige aflevering hebben we natuurlijk Devin en Justin geholpen met de liefdeverhaal en we hebben gekozen om een gay relatie te redden door de juiste brief af te geven en niet de valse brief die veel levens ging redden of zo bla bla bla. En we zijn op tijd weg kunnen geraken voordat er een oorlog start of zo, jammer. De tijd liep uit en ik wil niet doodgaan. Maar anders heeft er een soort oorlog zijn en eigenlijk ook dat wel zien en een kant kiezen ofzo, maar ja, dat is die kunnen gebeuren helaas. En dan hebben we natuurlijk op het einde van de aflevering met Casey gepraat, die zei dat we naar school moesten om te kijken waar dat zijn vriend is. En de andere mensen, wat er mee zijn gebeurd nadat ze de reserve hebben verlaten. En dat is in een school dat fucking creepy en eng is, dus dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar we gaan het toch moeten doen, wat bedoelt, het is een deel van de missie. Niet deze missie dat we nu gaan doen, maar het is een deel van een andere missie, maar die school is gewoon kut. Ik ga proberen, het is normaal in een ander gebouw denk ik, de gym als ik het goed heb. Dus dat moet niet in de school gaan, maar de school is kut. Je zit gevangen, het is geen licht. Dus ik was ook aan allemaal walkers, het is echt kut gewoon, ik weet niet. Of ik herinner het gewoon fout, maar ik ga proberen niet naartoe te gaan. Totdat we alle missies hebben gedaan en als ik dan in blueprints ga zoeken en zo, dan ga ik daar misschien naartoe moeten en dan ga ik het ook opnemen natuurlijk. Maar hoe dan ook, ik kan trouwens niet super goed lezen, omdat het is iets mis met mijn headset, maar ik wil er niet te veel af komen, maar al ja, ik weet niet. Het is nu even goed, en ik kan zelf af veel zien, ik moet gewoon, ik kan niet zo goed lezen. Hoe dan ook, we moeten, voor de andere missie van mij in het graf, moeten we dus weer iets zoeken van de tower. En als ik het goed heb, dit papiertje dat we moeten zoeken. Dit is de schuur dat we moeten zoeken. Dit is aan een huis met wat planting, een ton en een soort van plant of graffiti van de raven. Oké, okay. Dat moeten we dus zoeken vandaag. En ik weet niet voor wat dat we dan moeten zoeken. Ik ga even kijken. Informatie. Oké, okay, dus we moeten nu weer informatie zoeken zodat mee mensen kan helpen en zo ik altijd. En wij kunnen dus dingen vinden van de tower zelf. Dus dat gaan we eerst doen, omdat ik in de vorige, toen ik dat had op te nemen, kunnen we niet naar de rampart gaan, dus de school moet hier eerst naartoe gaan blijkbaar. Dus dat gaan we eerst doen. Ik ga even kijken op de map, dus ik heb hier drie gebouwen waar ik dacht dat ging zijn. Voor een of andere reden staat hier niet, dus ik ga nog een keer opnieuw kijken. Ik ga wel door doen, ik ga niet stoppen. Shit, fuck. Ah shit, ik heb bijna veel hout opgeraapt, want dat hadden we nodig natuurlijk. Maar daar heb ik dus nu ook niet mee, ik spawn hier op de hinder van, maar boeit niet. Waar gaan we gaan kijken. Er zitten hier al een paar walkers meteen. Ik zal mezelf niet zetten. Oké. Dat was nice. De reden dat er nu vier met de keer waren is omdat ik twee keer heb geslaan de vorige keer en nu zijn er dus veel meer zombies. Dan geluid dan of zo. Oh, en dit heb ik al ook. Twee keer. Oké, maar het zijn er dus echt veel meer. Oké, nu begint het al op mijn zenuwen te werken. Het is hier weer een kerel. Ik wil gewoon even rusten een paar walkers killen. Ik wil niet al die bullshit. De mes is nu al bijna kapot. Het is wel cool, omdat meer mensen kan vermoorden, maar er zijn er veel. Ik weet niet, mijn geluid staat al af. Ik heb het gevoel dat die kerel me veel te rap. Ik weet. Normaal gezien zijn er hier ook mensen, dacht ik. As long as I'm fed and safe, I could give two shits about power politics. Who's there? Hang around too long.
Hebben ze mij gezien of zo niet, hè? Graffiti muur. Oh, mes is nu al bijna kapot, hè. Fuck. We proberen zoveel mogelijk zo'n shit te gebruiken. Oké. Dag muur. Ik ga het proberen rap te zoeken, want vorige keer zat ik er heel lang aan. Ik ga het proberen letten. Het is een soort van grafieke muur dat we moeten vinden. Ik ga wel hout mee pakken, want dat hebben we wel echt nodig. Ik kan hier nog één keer iemand mee steken. Hier is er niet. Hier mogen we niet naartoe, want dit is een. Wow, we kunnen er naartoe gaan, maar ik weet niet veel van het. Ik heb dus al het goed wel mee pakken. Er staan daar kennels. Maar ik vraag me af waar de fuck dat we naartoe moeten. Yo. Ik heb er al op mijn gun mee gesmeerd. Dus we hier even zo aan de shield natuurlijk ook nog. Dit is heel handig. Een schuur, nu weer ergens een schuur liggen. We staan er. Het is een soort van witte muur ook, maar kijk, we zijn hier al geweest ook. Dat mogen we eigenlijk niet zijn. Scanning the area. Think it's wise. I think it's very nice of a wise, yes. Ze gaat geen zombie worden, waar we hem in haar hoofd te stoken. Nu weet ik dat hij niet zit. Stay dead this time! Vergeet niet dat ze mensen kunnen neersteken, hoor. Er moet hier toch aan een fucking schuur staan, ik snap het niet. Hier komen toch van? Waarom de fuck? Shit. Ik kan nog niet naar het groene huis gaan kijken, denk ik. Dit is nu al bijna. Ik ga vlug gaan kijken. Out for a stroll? Het is duidelijk hier. Walk away. We won't have a problem. Who's there? Het is bijna tijd wel. Dat is fucked, man. Goodbye, motherfucker. Asshole.
Don't think. Okay, mijn mes. We zijn dus al klaar. Zijn jullie vlug wel? Ik denk dat het tijd is. Alles pakken we mee dat we kunnen meepakken. Om het weg te smijten. Oké, het lijkt weer. Mijn mes is kapot, dus we hebben iets anders nodig, we hebben niks anders. Dus we gaan gewoon lekker weg. Kijk, dit was nice en easy. Ik pak zoveel mogelijk shit. Nee, ik hoop gewoon dat mijn game niet uitvalt, dus ik ga het opslaan dan. Ik weet wat er mis is, dat is echt random, Wilson. Dus laatste slot, kijk, voilà. Nou, we zijn weg. Vanaf dat opslaat, denk ik, dat we daar ook gaan spawnen. Kijk, dat was nice, dat was lekker easy. Dus sorry als dit even wat raar was, like op het begin. Ik spawn in Autumn, maar ja, het lijkt weer, ik weet niet. Ik vind het wel leuk met guns nu, like, rijden. Ik weet niet, ik heb nu voor de eerste keer, denk ik, Walker met guns gekild. Dat is wat chill. We hebben de schuur snel gevonden, dat is wel zo. We gaan die vlug weg. Ik hoop gewoon dat de opname opslaat, hoor. Want de vorige keer, ik ga even kijken wat hij nog aan het opnemen is. Oké. Dus nog aan het opnemen. Let's go. Wat eerste dingen zijn de koffer gaan smeten. Dan gaan we nog vlug naar de school gaan ook, denk ik. Aan de ene kant wil ik ook al opstaan, want als ik nu die opnames kwijt ben, dan is het fucked. Maar oké. Okay. Alsjeblieft. We zijn weg, op heilige alles. Ik heb nu weer een kogel weggenomen voor niks. Kanker. Aftershock is er blijkbaar al, dus ik ga, denk ik, hierachter ga je direct ook de aftershock dingen zien. Ik ga niet wachten voor een paar weken of zo. Tenzij dat ik wel geen zin heb om op te nemen. Oké, we gaan eerst beginnen met alles weg te dumpen. Ik weet niet hoe dat we nog gaan. Ik denk voor de upgrade van ons hart, even voor onze stamina te upgraden dat het was. En dus nu heb ik metaal aan nodig voor de katana te krijgen. Okay, hier zit er veel metal in. Ah.
je kijken of dat dus vier dingen is geweest. Oké, okay, dat is hetzelfde, dus oké, okay, dat is chill. Lepo. We hebben redelijk veel nu al. Oké, okay, dit zijn de guns, maar ze zijn allemaal hot kapot. Hier geen bandage meer, helaas. Maar hij heeft niet nodig, laat niet nodig. Oké, nu gaan we denk ik gewoon gaan slapen. En dan gaan we zien wat we vandaag kunnen doen. Ik denk dat we nog naar de school gaan. Ik weet niet, jullie lijken het lijn. Ik weet niet waarom dat lijkt. Misschien omdat er zoveel zon is. Oké, maar het is nu al 12, dag 12. Guitar the dead have grown in number. En dat is waarom dat er nu plots zoveel met de keer zijn zombies. En dat is kut, want op het einde kan ze blijven komen. Dat vind ik zo kut. Food supply confirmed. The war. Allemaal beeldjes uitleggen. Meds discovered. Via Corolla. Oké, okay. Allemaal bijbels hier. Ik weet niet of dat ik eigenlijk heb gedaan in een aflevering. We hebben een mes. Ik ga zorgen dat we alles een mes hebben of zo. Een extra. De slot is dit, maar like, allee, ja. We hebben hier. We hebben een paar guns waar we een paar kogels mee kunnen afvuren, maar nee, het is niet genoeg, denk ik. Dus ja, we gaan kijken. We moeten nu gewoon nog. Investigate the coffin, dus dat kunnen we eerst nog doen ook. Het ligt hier aan. Dus dat gaan we eerst doen. Oké, we gaan hier nog in. Leuk. Ik ga ze hier gewoon allemaal naar hoekjes mee. Dit voelt goed, oké. Let's go, let's go, let's go, let's go, mijn avontje. Ze legt al, kunnen we dat eigenlijk af en aan leggen? Nee. Ik vraag mij af hoe de fuck dat ze hier zo snel ingeraakt, man. Ik zie een ninja of zo. We moeten door de raam klimmen. My husband was innocent. I don't give a damn what was on that map. It doesn't prove a thing. Georgia has such a stranglehold on the tower. She could say the sky was green and made of jello, then everybody behind the wall would nod, smile, and get out their spoons. Not me, and not my daughter. I'm going to prove to Ombra that we can rise above it all, that we can remain in truth. Which brings me to a confession, Torst. I didn't tell the full story of how I got the reserve key. Ombra called me out for omitting a critical detail. I am raising the kid right, I guess. To get the key, I had to hurt someone real bad. A dear friend. I almost killed her. In the moment, it felt like the right thing to do. No question. But I regained my senses for my daughter's sake. I could see her eyes pleading with me from across the room. Stop, Mommy. This isn't right, they said. I had succumbed to what the tower had become under George's influence. A breeding ground for betrayal, forcing people to turn against each other to survive. Sad thing is, I'd do it again, in a heartbeat. Not proud of it, but it's true. There is a line with me, and when it's crossed, it does not matter who you are. I will do whatever it takes to defend what I know is right and protect my daughter. So now, you know exactly who you're dealing with, Taurus. No bullshit. Like before, the drawing will point you to the cache. Beyond the location, the next cache is a mystery to me. No clue what might be in there. All I've heard is that it's quite a haul. May. Okay.
Nice om te weten. Dit is daar als een mes, maar ik wil dat niet. We gaan sowieso... Dit gaan we sowieso maken wel. We kunnen dit even gebruiken. Dat kunnen we later nog gebruiken. Oké, maar dit gaan we kwijt. We hebben hier nog 2, dus 10 levels hebben ze al. En we hebben hier 5, 8 en 3. Het ding is dus, hier, dit gebruik ik amper. Maar ik heb nu gewoon gekocht omdat ik het kon kopen, omdat ik wel van plan ben om alles te kopen uiteindelijk. Maar ik gebruik amper guns. En dit vind ik ook niet zo handig, omdat het vooral heel is. En stilte, I guess. Maar ik vind het ook wel chill dat we hier die dingen hier ook kunnen, die upgrades, dus dat is wel zot. En het is ook lekker zelf handig, hè? En dit hier is gewoon fucking chill. Oké, kijk naar dit. Hoe noemt dit? De gear station, de gun station, de survival station. Ik vind dit gewoon het coolste omdat het is zo zot, ja, wat ik gedaan heb. Dit is, waar is het zelf? Dat niet meer zo. Ik heb dit een beetje welkers. Dit is heel handig. Dus hier die wil ik ook wel. We gaan dus workable metal over hebben. Dus daar gaan we eens even kijken. Onze gun. We hebben meer kogels. Het zijn 45 HP kogels al nodig hebben. Dit is de 30 revolver. Dit is dus de 45 HP en die andere is een 30. Dat we zeggen dat we een andere revolver nodig hebben, en dat is die revolver. Oké, we hebben nu 4 kogels hiervoor. Dus kijk, we hebben dit gekocht. Van die hier. Dus deze gaan we waarschijnlijk gebruiken dan de volgende keer. Ik wil hier amper kogels voor hebben. Maar ik ga wel een paar guns meepakken. Dat we hier hebben, daar ook genoeg kogels voor hebben. Dit is een bom, hebben we niet nodig, maar we gaan nu dus naar de rampart gaan. Dat is dus ook de shell is. Dus, maar eerst dus de school doen. Oké, we hebben dus de dingen voor mensen in hun hoofd af te gaan. We gaan een paar guns mee pakken. We gaan een extra mes mee pakken. De rest gaan we daar wel vinden. We hebben een knuppel. We kunnen hier ook nog iets aan hangen. Dat lijkt de boven niet van. De shoulder ook een klein uit. Weet je, we gaan dit wel mee pakken. Gewoon goed, niet dat we op iemands hoofd moeten vangen. En voor de rest, dat is dan eens hier. Oké, we gaan naar de rampart gaan. We gaan zien wat er gebeurt. Het enige wat ik kan zeggen is, we gaan daar zo kort mogelijk naartoe gaan. Ik ga proberen daar weg te zijn, direct. Naar de gym, zei hij. En als ik het goed herinner, is de gym een ander gebouw. Oké, nu kunnen we denken. Yes. Dat is misschien ook een glitch eigenlijk met de nieuwe update, dat ik soms niet kan klikken. Oké, maar nu kunnen we dus gaan. We gaan nu naar de school gaan. Het is kut creepy. Voor mij. En... Met VR, ja, het is gewoon een naar gevoel. Ik ga een keer proberen naar binnen te gaan, maar het is kut, man. Ik ga er als eens niet doorlopen. Kijk, dat is hier denk ik wat. Dus we hebben de map. Dit is de hele school, de high school. Oké, dit is de gym. Ik weet het niet. Ik weet denk ik waar dat is. Ik weet de ingang zijn. Dit is de gym, ja. Ah. Ik moet een cruise van in de gym waarschijnlijk. Maar ik ga eerst kijken of dat ik wat vind. Ik ben goed met mijn weg te weten, dus als ik het goed heb. Op de terug ga ik zoveel mogelijk shit hier mee pakken. Oké, maar het lijkt weer een beetje. Ik denk dat het misschien de update is. Check hem, ik heb pijn in mijn arm. Van een kankerhomo. Ik zal te veel maar kanker, merk ik. Whoopsie. We hebben veel metaal nodig. Het is daar, denk ik. Dat is de school.
Maar ik denk echt wel dat er een apart gebouw was. Maar het is daar, hè. Het moet toch. Nee, maar het is wel zot dat nu eigenlijk niet. Alles van metaal gaat wel mee, pa. Het is zot dat ik nu niet stil moet zijn. De vorige keer moest ik hier bijna stil zijn, dus ik zat heel te sleuren. Die zombie. Het is niet hier, ik dacht dat hij hier was, maar oké. Ik heb ook metal van alles. Dan nog redelijk veel. Okay. Ik hoop dat ze deze hand vast doen, alleszins. Ja, dit is gewoon. Ik ga hier niet in, dus kijk, ik heb het getoond. Blij. Dat zijn dus de mensen die, wem die ervoor nog niet tegenkomen. Maar dus als je ze. Dat is zijn voetstap. Ik heb het volgen. Oh, oké, we waren daar te zien. Zie ik dat toch? Een soort van gelijk. Ik denk niet dat er hier walkers zitten. Hier is hij. Ik ga er nooit meer naartoe komen als ik in freedom, dus ik wil alles meepakken dat kan meepakken dat echt handig is. We gaan eerst looten, dan gaan we ermee praten. Geen mannelijk portret. En me nu wel, dus dat is zot. Ik ben er ook alweer mee. Niet veel. Pak me niet mee. En heeft daar waarschijnlijk ook nog. Hier waar je moet zitten, misschien. Hoe de fuck raken we daar naartoe? Even geduld, man. Oh, hier. Oh, wow. Dus dat is Hodritje en ga je niet natuurlijk. Oh, didn't think I'd ever see another human being again. Hoe is het? Is dat de kantine, ja? Oké. Oh,
Didn't think I'd ever see another human being again. Ik heb je gehoord, maar even. Oké. You let us get out of Kenneth. Is your name Kenneth? Yeah. How do you know my name? Casey sent me. Casey asked me to look for you. He's alive. In the bunker. He wanted to know what happened to you and the rest of the squad. Casey's alive, huh? That's good to hear. I didn't give him much chance, honestly. Thought he'd have blown his brains out by now. Or shriveled away to nothing. Guess I underestimated him. If you make it back to him, tell him these few things for me. Tell him he's a good guy. The guilt, it's not his. Tell him to let it all go. What happened at the bunker? He needs to wipe his brain clean. Tell him Kenneth set things right. Killed Trent, Jess, and then Foster. Okay? You need to write it down or something? Dat zijn andere mensen waar dat mee was. Ze zeiden dat hij iets had gedaan en dat ze er mee akkoord ging. I'll remember everything. Don't worry. But I am curious. What happened at the bunker? Fuck it. I've got nothing to hide. We killed dozens of innocent people. Damn. Civilians trying to get into the bunker. When all the shit with the dead walking started to go down, we had orders to keep everyone out of the bunker. I don't know why. It didn't make any sense. But when it got too tense, we freaked, we mowed them down. Vietnam-style shit. Casey just stood there. Like a ghost. Okay, that was our Casey and good guy. Fuck, Foster started screaming at him to open fire with the rest of us. Later, I asked Casey if he fired. He said that he pulled the trigger because he was scared that if he didn't, we would all turn on him, add his body to the pile. He said he aimed his gun up in the rafters of the church. I believed him. He begged me not to tell the others. He didn't trust them. But he trusted me. We were friends. Listen. What the fuck? My brain is... It's getting foggy. I'm seeing shit. I don't know how many words I got left. End me. No. Please. I've heard enough, Kenneth. I'll tell Casey we spoke. Tell him everything you wanted him to know. That's mighty nice of you, Uncle Tommy. Before you go to the bowling alley, blow my fucking brains out, yeah? That's the only way to remain human all the way to the end, right? Oh shit, man. Echt waar, sorry. Echt waar, man. We hebben net zijn hoofd. Oh, dit is echt wel zielig voor die kerel. Dat is wel. Oh my god, Kenneth. Casey's vriend. En we hebben hem gewoon. Like, dit is een collectie, ik bedoel. Oh ja, iedereen heeft zijn eigen hobby's, maar bedoel, what the fuck. Die kerel, de reden dat hij wilde dat we hem killen, was omdat hij geen zombie wil zijn. En nu gaat hij de rest van zijn leven zo doen. Oké, ja, het moet niet stil zijn, maar... We gaan terug naar de boot. Ben je klaar mee met die kut? Hier, dat is de gym. We gaan even die kant op. Kankerboel, ik heb hem niet geswaaid.
in mijn hoofd, sorry. Om eerlijk te zijn, kan die ook wel. Verhaal van Kenneth. Wauw, ik voel me slecht, man. Oh, wat heb ik gedaan, man. Shit. Fuck, man. Kenneth. Ik heb zijn hoofd mee. Fuck. Oh, die has zat er echt chill uit. Ik vind het echt kut voor Casey. Ik heb echt medelijden met Casey. Fuck, man. Casey is zo'n chille kerel. En ik ken het. En vroeg gewoon van, ja, eindig mij nu van, ik wil geen zombie worden, alsjeblieft. Like, wat doe ik? Ik snee zijn hoofd ervan, zodat hij voor de rest van zijn fucking leven een zombie is. Ja, van zijn leven, van zijn undead life, I guess. Oh, dit is echt zielig. Maar wie is dit? Deze twee kennen elkaar. Door mijn hoofd de collectie hier. Shit. Deze is gewoon chill omdat het een echte walker is. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen, man? Och, Kenneth. Shit. Is Kenneth. Zo'n bedje doen. Sorry, Kenneth. Dit is ook een coole zombie, man. Kunnen ze hier niet leggen, was het die spannen dan. Maar, yo. Dan doen we wel. Dus wel zo, dus ik wil hem eigenlijk wel gewoon. Ik wil hier dan ook wel gaan. Oké, dit is Casey. Die mogen we niet wegdoen. Deze mogen we wegdoen. Waarom ziet hij er ook cool uit? Wat, joh? En mag ik wel even kijken, want ik heb hier één kerel gedaan. En leek op Casey, vind ik. Zijn haar is hetzelfde. Zijn wenkbrauwen zijn wel wat fucked. Zijn mond is weer open. Dus ken het. Het is kut dat hun de naam er niet bij staat, man. Het is wel allemaal perfect, vind ik. Nee, oké, dan is het denk ik tijd om alles weg te doen. Dag. Mm.
kut, ik had die niet ervan wel. Wel alle voor de pot, toch? Of niet? Nope. Nu wel, nice. Het is allemaal metaal, daar heb ik. Dat is niet zielig of zo. Waar is dat sla? Oh, hier is er een voedepot. Nice, jullie mogen dat wel echt doen toch. Ik heb die niet. En dat was zielig voor Casey. Oh joh. Dat vond ik wel even kut. Ik ken het vermoord. Ik heb hem niet gewoon vermoord. Like, dat kan vermoord chill. Dat is like mercy show. Maar ik vind Casey echt wel zo. Oké, het is misschien kanker of zo. Memorial Lane. Ik weet niet, ik vind hem wel zot en om te horen nu dat hij like, niet wil schieten en toch heeft gedaan wat hij bang was en zo, leek mij kut. En like, oh, zijn vriend, en hij hangt hier nu gewoon. Zijn vriend hangt hier, shit. Oh, we gaan met hem praten. We cannot be afraid to ignite our passion. That's good. You there, Casey? I'm back. Hey, tourist. Did you discover anything? I found Kenneth. You did? Is he still alive? Well, yeah. He wasn't gonna make it. He begged me to put him out of his misery. So I did. Oh. I'm sure you did what was right. Yeah. Tourist. Shit. Rest was. Rest in peace, Kenny. My friend. What did he tell you? Oh, shit. For a guy with only a few breaths left in him, Kenneth had a lot to say, Casey. Oh, dat is zo'n zielig voor Casey. He said you're a good guy. Ja, not to feel guilt about what happened outside the bunker. To let the massacre go. He told me all about it. From his perspective. But I am curious about yours. Well, if he told you what happened, why do you need to hear it from me? You know what you need to know, right? And you've told me my friend is dead, so we can move on. Yeah? I know it must be hard, Casey, to talk about it. But it's okay. Tell me what happened. Yeah, you're right, tourist. It's not easy for me. There was a massacre. 36 people, at least. Civilians. Right at the reserve entrance. Innocent people that we should have been protecting. I should have done something to stop it, but I didn't. I stood there, a coward. And now I don't sleep. I have a nervous twitch in my right hand that gets more pronounced every day, and the guilt is like a 10-ton weight crushing my chest. There, you satisfied now? Those are just facts, Casey. I already know the facts. What I need to know is your perspective on the whole thing. There's a reason why you can't sleep. You're twitching like a junkie, and your chest feels like it's caving in. Okay, quit badgering me, please. I'll talk. Just. It's all good for Casey, man. Give me a second to gather my thoughts. It's all fucking foggy. The whole thing escalated really fast. The first bullet was Foster. Oh, I wanted to scream no, but it's like I just left my body. Everything after that moment, well, it's like a nightmare. Good, Jess and Trent started firing. Jess, she was smiling. Kenneth hesitated. He looked right through me, like he expected me to have his back. But I did nothing. So he started firing. After that, all I've been able to retain are weird details.
details. The sounds. A hat. A cross. Oh, you'd have stuck it to the ground. Man, sometimes when I'm here lying, trying to sleep, I can actually feel my fingers shaking on the trigger of my rifle. Even though I haven't touched the thing since the day it happened. Shit, dus het ding is dus hier. Uiteindelijk gaan we naar de reserve van en we gaan er allemaal dingen doen. Dus we gaan een kruis vinden, maar zo in hem al. We hebben een hoed. En die hoed kan ik je luisteren als een verhaal, maar die hoed kun je vinden. En ik heb hem in een andere let's play hier liggen. Achter mij liggen mijn hat en hoed dan. Dus we gaan luisteren naar dat verhaal. You mentioned a hat. What hat? There was this old man shielding his wife. He had on this bright blue fishing hat, and I watched a flurry of bullets rip it right off in this spray of blood and skull. And this fucking hat, I swear to God, it's the exact same hat my uncle used to wear. And the bullets drove it into the wall, and it hung there for a second, dripping. And then it flopped onto the floor. The image, I can't get it out of my head. I'm worried it'll be there forever. And I keep thinking, was it me? Did I shoot those bullets? You'll never know for sure, Casey. That's exactly right, tourist. And I can't fucking deal with that. Wat ik trouwens cool vind, sorry dat ik even ertussen pauzeren, maar ik vind het cool, ik heb het gevoel dat dit Casey is, ik weet niet, het dingetje staat hier boven dit en niet boven de radio, en de radio is like een radio, en ik weet niet of ze daar expres aan gedaan, maar het ziet er wel echt veel toffer uit, hè. Ik weet niet. Maar hoe dan ook, verder het verhaal, het is wel zielig voor hem. Man. Listen to me, Casey. Carefully. What happened outside the bunker, it's not your fault. That is clear to me, it was clear to Kenneth. You need to find a way to make it clear to yourself. Yeah, I know. You're right, tourist. But it's not easy. It's gonna take a lot of fucking work. Hey, maybe when this is all over, I can hire you to be my therapist. Yeah. This is who you do. I charge $300 an hour. Don't think you can afford that on National Guard money. Yeah, probably not. Look, tourist, this little chat, it's worn me the fuck out. And I've got rewiring to do to keep from getting electrocuted next time I use this radio. Not that it really fucking matters. Doubtful I'm getting out of here alive. Without that key that has everyone riled up, this is all a waste of time. Just overall with us, Paul. I'm gonna go. I'll talk to you later. Yeah. I guess. Ik vind het wel zielig voor Casey, om eerlijk te zijn, man. Ik weet niet, ik vind het. Aan hier zijn vriend overmoord. Maar laat ik eens luisteren naar wat dat JB te zeggen heeft. Dat is ook een radio. Man. Human beings. Hunted. Their muscle carved off bone. Sliced into meager portions, then served to a starving populace. A sinister secret. All in service to a quota designed strictly to strike fear into already subservient hearts. All in service to a quota that accomplished nothing beyond the creation of a debilitating disease. The tick. The tick is what they called it. This one. An apt name, given the condition of those burdened by it, many of whom we have taken into our fold. And how did Tower leadership decide to handle this tick crisis? To keep those afflicted from discovering why they were sick.
And when that misguided strategy failed and the truth spread like lush Spanish moss, what did these heartless scoundrels do? Het is als de leider van de reclame. Ik geef hem gelijk, ik ben voor de reclame persoon. No, they did not. What they chose to do instead was to exile those sick with the tick, condemning them to certain doom. Even though their own policies planted the seed for the disease in the first place. And they call us barbaric. Symbol. There are atrocities that will grip the psyche of a people with such ferocity that I dare say those subjected to them may never recover their sanity. This is one of those atrocities. Makes my insides churn with anger. But this is my commitment to you, New Orleans. I will not stand by idly and allow injustice to continue to flourish within this city. Those who sit atop the tarnished throne will be brought low by the reclaim and punished for their transgressions. If it keeps on raining. Oké, okay, dat is dus ook raar, daar maak ik toch een beetje. Oké, dus ik heb even een shotgun opgepikt en dat ik even zo tonen dat het ging. Want toch maar twee kogels. En we gaan er toch in. Waarom staat die hier, Hassan? Ik weet niet waarom, maar iedere keer als ik terugkom, staat deze recht ook als meetcam daar. Ik wil echt een keer zoomen. Die wel niet eens recht staan, waarom de fuck spawnt hij dan heel zo terug? Oké, maar dus, ik vind het wel redelijk zien. Oh. Oké, maar dus, we gaan even hier naartoe kijken. We kunnen dus hier redelijk veel shit kopen. Hopelijk nog twee. Eén. Shit, we hebben metal nodig, nog meer metal. Maar we hebben nu wel betere kleren en zo, we zijn beter beschermd als je. Dan hebben we katana, ik wil dus echt wel de katana hebben, dus we hebben meer metaal nodig. En ik kijk of ik toch nog wat ding. Hoeveel hebben we er nodig metaal? We hebben er nog 23 nodig, 13 nodig. Ik ben niet zo slecht te weten. 23. Okay. Nog 23 metaal nodig. Dat kunnen we nu nog niet vinden. Laat ik eens kijken. Oh, we moesten ook die andere mensen. Oh, maar dat was optional. Oké. De lichaam. Oh, dat, ik heb ze allemaal vermoord. Maar normaal gezien moeten we dus door de school gaan, door de gym gaan. We hebben waarschijnlijk hun lichaams. En moeten we dan zo pad van Kenneth. Dus dat bloed is eigenlijk van zijn vrienden. Of wel van zijn vrienden, van die andere gasten. En dat zei dus, ik heb ze allemaal vermoord. Maar wij wisten dat zogezegd allemaal dan gevonden. Oh, oké. Maar hey, ik ga niet in het school gaan en ben er al. Ja, boeit me ook niet. Ik ben blij dat ik er niet in ben gegaan. Dan ook, we moeten dus nu Earn the Waterfall Key from May. Dus nu moeten we eigenlijk al deze missies doen. Naar de Shallows moeten gaan. Dat gaan we in de volgende aflevering doen. Ik denk niet dat het nog lang duurt. Tegen dat we klaar zijn. We moeten nog één pomp hebben ook, denk ik. Maar dan ook, we gaan nu even afsluiten. En in de volgende aflevering gaan we zien. Ik denk, dit is wel leuk. Volgende aflevering gaan we even kijken wat er te doen is in de shallows, dat er te vinden is, en dan gaan we wel zien. Ik denk dat er nog een paar afleveringen gaan zijn en dat dan gedaan gaan zijn met het verhaal. Dan gaan we Aftershock spelen. Ik ga proberen nu nog een aflevering op te nemen. Ook ga eerst gaan katten, ik ga afsluiten. Ik ga nog één opnemen en ik ga die maar uploaden ondertussen, terwijl dat die oplaat, mijn quest. Maar het was echt wel zot. En morgen ga ik ook opnemen sowieso. Dus ja, dank u voor het kijken. Het was een chille aflevering, hoop ik. Ik heb redelijk veel gedaan. Ik denk dat ik bijna een uur bezig ben geweest, misschien al langer zelf. Maar ja, we gaan het zien. Dus hier is de Shallows. En ik denk, nee, we gaan wel naar de Shallows gaan de volgende keer. Want het is daar de Blue Key, of de key, de Save in de Blue Palace, wat dat hier is, denk ik. Niet in Via Corala, waar ik eerst dat was. En we gaan het zien, we gaan het wel zien wat er gebeurt. En ik denk, achter die missie, dat we het ook hebben gedaan van mij,
Wat hem toch ongeveer evenveel, ik denk dat er evenveel missies is van mij en dat van Casey, of dat toch ongeveer op hetzelfde moment gedaan moet zijn. Ik denk dat dit de laatste missie is van mij. En dus achter die missie kunnen we waarschijnlijk de laatste pomp gaan halen van Casey. En ik weet waar dat die is. Ik ga niet zeggen waar of hoe dat we gaan krijgen. Want ik wil ook een beetje verrassen. En als ik te veel ga denken, ga ik misschien meer herinneren wat er is gebeurd. Maar ik kan wel niet zeggen, het gaat echt een chill aflevering worden, volgende aflevering. Tenzij natuurlijk dat niet lukt van de mij eer dat de lange lesjes of zo dat er nog in is. Maar ik vond de chill aflevering vandaag, ben echt wel blij dat ik heb opgenomen. En dat is gelukt. Tenzij dat nu straks kijken dat opnemen, maar toch weg is. Dat is ook kutzin. Maar toch bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie genieten van de serie en dat jullie chill zijn. En ja, tot later. Doei.